We zijn hier vandaag bijeen om de start te geven van de aanleg van glasvezel op de bedrijfterreinen in Nijmegen. Het eerste bedrijfterrein is Lindenhol. En dit is de start van glasvezel op alle bedrijfterreinen in Nijmegen, zodat we overal snel internet krijgen. Hoe lang dit gaat duren, dat durft de gemeente niet te zeggen. Want ze weten niet wat ze in de grond tegenkomen. En het aanleggen van glasvezel is wel een hele klus. Glasvezel is een infrastructuur, die leggen wij in de grond aan. Wij sluiten alle bedrijven aan die daar toestemming toe geven. En met de glasvezelnetwerken krijg je toegang tot heel veel providers. En daarmee kun je internet, televisie en telefonie afnemen. Sowieso dat je veel hogere snelheden kunt behalen met je internet. En veel meer capaciteit aan kunt. Dus voor bedrijven is dat sowieso belangrijk. En we hebben gezien in coronatijd hoe belangrijk internet is voor iedereen om te kunnen blijven werken. Ze zijn al jaren bezig om dit aan te leggen in heel Nijmegen. Waar veel mensen dit al hebben thuis, is nu dus het bedrijventerrein in Lindenhold aan de beurt. De woningen sowieso, de huizen zijn allemaal al in principe kunnen aangesloten worden op glasvezel. Overal ligt al een glasvezelnet. Alleen op bedrijventerreinen was dat nog niet en daar zijn we nu mee gestart. Het zijn 8 bedrijventerreinen en we hopen zo snel mogelijk dat het gerealiseerd kan worden. Glasvezel heeft meerdere voordelen. Maar het voordeel waar de meesten iets van gaan merken is dat het een stuk sneller is. Dit is fijn voor de bedrijven, zodat zij ook sneller te werk kunnen gaan. Maar volgens de wethouder is dit niet alleen voor de bedrijven fijn. Ja, gewoon de snelheid en de betrouwbaarheid en de snelheid. En dat is zo belangrijk. En ook voor jou thuis, voor je PlayStation.